And welcome to my tent. Wonen in een tent. Simpelweg omdat er geen kamer of studio in Eindhoven te vinden is. Dat is de harde realiteit voor de buitenlandse studenten Adel en Noam. Want studenten moeten vaak jarenlang wachten op een eigen plek. I think we both knew it was going to be challenging. The school said like it was a bit challenging. But no, I don't think we ever expected this. Yeah, we were quite upset when we just couldn't find a place and we thought like it's going to be warm for a few months, like let's make this an adventure. And try this, but I had lots of expectations about what moving to the Netherlands would be like and the biking I was prepared for, but not this. Eerst was slapen in een tent nog een avontuur, maar het wordt steeds moeilijker voor de twee studenten van de Design Academy. Niet alleen de toenemende kou speelt daarbij een rol, maar vooral de onzekerheid. Want hebben ze over een paar maanden of jaren nog wel woonruimte? We speak with everybody about the housing situation, so I think we also lose a lot of time by just like trying to find solution. I feel just like much more emotional on the daily basis, and like there's been times even when I like for no reason in a class I just like cannot focus on what the teacher is saying. I'm just like thinking about like it's yeah. And everybody is like, of course you're like this, of course you're like this. But like still life goes on and teachers still assign work. Via Facebookgroepen, oud-studenten of school zoekt het tweetal naar een dak boven het hoofd. Maar op hulp van school of de gemeente hoeft het duo naar eigen zeggen niet te rekenen. One went to the foothills of confusion and built Dictionopolis, the city of words. It's just kind of automatic responses. It's every like the school's response is like, what can we do? It's such a big problem. It's Eindhoven's response. Like everybody is like, how can I? It's such a big issue. What am I to do? De gemeente en corporatie Woonbedrijf erkennen het probleem, maar benadrukken dat het onmogelijk is om het in korte tijd op te lossen. Wel worden alle zeilen bijgezet om studenten te helpen, want slapen in een tent kan niet de bedoeling zijn. Dat is vreselijk. En dat willen we niet in deze stad, dus daar willen we graag, zijn we hard aan het werk om daar iets oplossingen voor te verzinnen. We hebben al een structureel overleg met de onderwijsinstellingen om te bekijken wat we kunnen doen samen. We zijn locaties aan het zoeken waar eventueel verplaatsbare of tijdelijke woningen gebouwd kunnen worden. We hebben de hospitaregel versoepeld, zodat je makkelijker mensen op kamers kunt nemen. Dus iedereen thuis die een kamer over heeft, bied hem aan voor een student, zou ik zeggen. Ondertussen proberen de studenten zo goed mogelijk te doen waarvoor ze naar Nederland zijn gekomen: studeren. Maar of dat lukt? I have a network when we can always stay in Dutch houses, for example, or like families, and like organize this kind of thing that could help us to have emergency, so we don't find ourselves in the street. Hoeveel studenten in Eindhoven er geen dak boven het hoofd hebben, is nog niet duidelijk. Volgende maand heeft de gemeente die cijfers paraat.